Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is voor mij vandaag donderdag, ik moest even nadenken. Ik heb gisteren de afgelopen vlog afgesloten en vandaag begin ik de nieuwe. Als je de afgelopen vlog van vrijdag hebt gekeken, dan heb je kunnen weten dat Chantal er is. Afgelopen vrijdag, woensdag bedoel je? Vrijdag. De afgelopen vlog gaat vrijdag online en deze woensdag. Ja, oké. We zijn ons een beetje aan het ready maken. Het is namelijk zo dat we geen school hebben vandaag. Ik sowieso niet. Want het is zo dat ik vandaag mijn opleiding ga stopzetten. Officieel stopzetten. Dus niet zeggen dat ik ga stoppen, maar echt op papier tekenen dat ik ga stoppen. Dus dat zal heel raar zijn, denk ik. Ik ben heel benieuwd. Ik ben door mijn mentor het prinsesje genoemd. Dat ik vroeger een beetje als prinses behandeld ben door mijn ouders. Ik weet niet waar ze die gedachte vandaan had. Er is een behoorlijke discussie over geweest. Dus ik dacht, ik ga lekker in stijl gekleed vandaag. En ik heb mijn Daddy's Little Monster shirtje aangedaan. Ik heb een extra shirtje bij. Omdat ik dit wel uit wil gaan doen als ik klaar ben met het gesprek. Maar dus puur eventjes laten merken van, ik weet niet wat je allemaal lult, maar dat klopt niet wat je zegt. Dus, ik ben geen prinses. Precies, ik ben geen prinses. Echt, het slaat helemaal nergens op. Hoe heb ik het afgelopen 4 jaar gehad? Mijn eerste jaar ging op zich goed. Het tweede jaar ging ook redelijk. Buiten dat ik toen gezeik had met dat ik mijn stage op plek had opgezegd. Wat eigenlijk helemaal niet waar was. Toen heb ik dus 2 maanden zonder stage gezeten. Vervolgens andere plek gekregen. Was ook niet helemaal top. Maar goed, ik moest ermee doen. Toen ging mijn gezondheid opspelen. Ging ik met mijn darmen zitten. Moest ik een stage stoppen. Vervolgens 1 jaar teruggeplaatst. Omdat het mogelijk was. En het voor mij beter zou zijn. Vervolgens mijn 2e jaar nog een keer gedaan. In het hart van Groenewoud. Daar wel een leuke stageplek gehad. Alleen mijn gezondheid ging daar ook weer niet helemaal mee. Vervolgens met hak over de sloot naar mijn 3e jaar. Daar zijn we nu. Stageplek die echt gewoon geen ene fuck voor me doet. Het ligt allemaal aan mij. Ik moet allemaal anders doen in enzovoort. Weet je, ik ga er gewoon ook nog een keer een aparte video over maken. Maar dat is ook niet wat het geweest is. En nu zijn we tot het punt dat ik zeg, jongens, bekijk het allemaal maar. Ik ga stoppen. Ik ga mijn eigen ding doen. Wel, want ik weet niet of ik dat nog mee heb gegeven, maar ik heb 3 aanbiedingen gehad bij Karijn. Dat is een helpende in een vaste instelling. Alleen dan moet ik wachten tot die vrijkomen. Er is nu nog niks. Dan heb ik een aanbieding gekregen om in september de BBL-opleiding te gaan doen via Karijn. En mijn 3e en ook wel leukste aanbieding vind ik dat ik de thuiszorg in mag als helpende. Dus daar wordt nu nog naar gekeken wat er allemaal voor nodig is enzovoort. Maar die is dus vrij in spijkenissen. Het enige nadeel van de thuiszorg vind ik dan wel dat je door de kou heen moet en van huis naar huis. Dus je moet wel echt continu door. Het is niet dat je heel erg rustig kan zitten. Maar ik vind het ergens ook wel leuk. Want ik heb eigenlijk gezegd dat ik altijd de thuiszorg in wilde. Alleen heb ik er nooit ervaring mee gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat ook echt zo gaat zijn. Daar ga ik je natuurlijk gewoon lekker mee nemen. Want ja, ik heb geen school meer. Dus al dat soort dingen vallen af. Ik blijf natuurlijk wel gewoon vloggen en YouTube doen. Ik weet alleen niet of dat op een laag pitje wordt gezet in verband met deze situatie. Of dat ik gewoon lekker doorga. Ik denk dat het wel haalbaar is om lekker door te gaan, want ik heb nu geen school en al die dingen. Dus ik zou zeggen, ik ga jullie daar lekker mee op de hoogte houden. Eerst gaan we vandaag naar school om alles officieel af te ronden. Ik ben heel benieuwd, ik heb er zin in. Ik ben ready om alles af te ronden, ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik zou zeggen, let's go. Het is nu iets over 9. Ik vind het best, we gaan onze spullen pakken, even snel koffie drinken. En dan gaan we naar school. Dan ga ik het afronden. Dan is het echt klaar. De laatste moment dat ik straks de school uitloop, kom ik er nooit meer terug. Hoop ik. Oh, goed. Mijn opleiding is gestopt. En daar ben ik heel blij om. Het gesprek ging niet heel erg gezellig eigenlijk. Ik ben aangevallen door 3 docenten. En ik ben uitgemaakt voor leugenaar. En onbetrouwbaar. Dus ja, ach. Maakt het uit. Ik heb er toch geen last meer van. We hebben de metro gepakt. En we zijn bij de Koolhaven uitgestapt. Omdat we een foto willen maken bij de Euromast en de Maastunnel als mogelijk is. Leuk feitje. Het oogziekenhuis van mijn moeder zit hier precies achter. En de school die je achter die boom ziet. Wacht even. Het gebouw wat je daar ziet. Ik heb nu tegenlicht, dus ik ga het zo beter filmen. Daar heeft mijn pa op school gezeten. Daar heeft hij zijn vaaropleiding gedaan, om het zo te zeggen. Super leuk. Ik ga gewoon ook even langs lopen, want we zijn er niet langs geweest. Maar nu wel. Yay, we zijn aangekomen.
We zijn bij de koolhaven eruit gegaan en kijk! De Euromaas! Tadaa! Ik weet trouwens niet eens of het een focus is, ik zie helemaal niks. Ik heb tegenlicht, maar kijk! We staan hier bij het Chinese tempeltje om een paar leuke foto's te maken. Dit is echt zo leuk. Zo cute! I know. Noël? Koud aan het vol. Noël? Hey. Oh, is dat selfie? Kiet. Ja, lukt het. Met of zonder ja? Met? Why? Ik zonder. Dat is niet leuk. Het is koud. What the fuck is? Doe uit dan, schiet op. Yo. Ik ben al glosje op gaan liggen. Nee, nog goed, ik ben thuis. Mijn camera was vanmiddag gevallen, maar volgens mij is er niks kapot. Gelukkig. Ik zie hier wat staan. Ik heb namelijk Chantal een klein Valentijns cadeautje gegeven en ze heeft er mij eentje teruggegeven. Dat had natuurlijk helemaal niet gehoeven. Maar ze heeft het wel gedaan en dat is hartstikke lief. Dus ik ga het even openmaken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie hier neerzetten. En dan gaan we eens even kijken. Ze heeft een kaart. Oh, wij passen perfect bij elkaar. Oh, happy Valentine's Day, babe. Love you so much to the moon and back. Lots of love van your chummy. Oh, cute. We hebben natuurlijk allebei geen vriendje. Ze gaan elkaar dingen geven. Ik heb voor Natuska ook een cadeautje. We zijn gewoon wanhopig. Daar draait het op. Die is super cute. Die ga ik eventjes hieronder leggen. Dat komt ik kwijtraak. En ze heeft nog een super cute cadeautje. De handdoekjes zitten van de Mac zitten nog in. Humor. Oh, een mok. Oh jee. All you need is love and more coffee. Oh my god, deze mok is zo leuk. Die is echt heel tof. Oh, die is echt heel leuk. Hier ben ik echt blij mee, dat vind ik echt heel tof. En Pure Picture. Oh, de parfum for woman. Oh, een luchtje. Oh, dat is echt super leuk. Luchtjes vind ik altijd echt heerlijk. Maakt niet uit wat het is. Oh, dat flesje. Die is mooi. Oh, dat vind ik heel tof. Oeh, die ruikt lekker. Oh, dit is heel erg lekker. Die is heel erg tof. Super leuk. Ah, dat vind ik heel fijn. Dat is echt zo lief. Ik ga het luchtje hierop zetten, denk ik. Een olifantje hier in het hoekje, denk ik. Maar gewoon. Super leuk. Echt heel lief. Heel leuk. Ik doe dit even hierin. Nou, daar ben ik echt blij mee. Het is super lief. Ja, we zijn vandaag gewoon even lekker weg geweest. Even eruit voordat echt alles stopgezet is. Mijn studiefinanciering is stopgezet. Mijn OV stopt pas in maart. 1 maart is hij echt gestopt. Dus ik kan nog reizen. Ja, ik kan. Dus ja. Maar dat was wel leuk vandaag. Maar ik ga even gauw eten en de hond eten geven. Want het is al 4:30. Goedemorgen! Met het zonlicht in mijn gezicht, jongens. Kijk dan. Check de zon. Oh,
Goedemorgen, het is voor mij vandaag vrijdag. Het is de laatste dag van de week, voor het weekend begint. Ik heb natuurlijk gewoon al bijna de hele week vrij. Ik heb wel wat productieve dingetjes gedaan deze week, gisteren ook. Buiten dan wat ik gisteren natuurlijk mijn opleiding heb beëindigd. Heel gedoe, ik laat het nu allemaal lekker los en rusten. Ik heb gisteravond mijn bed nog verschoond, dus die ga ik nu even opmaken. Want ik kon maar net lekker uitwandelen, of niet, een uurtje geleden. Het is nu 9 uur, ik ben 8 uur opgegaan. En lekker koffie gedronken. En ik doe deze even dicht hoor. Even lekker koffie gedronken en lekker op mijn gemakje alles gedaan. Ik heb mijn kleding klaargelegd en ik doe dit shirtje aan vandaag. Die heb ik gisteren gekocht bij Primark. Ik vond hem heel erg leuk, eigenlijk. Ik vind hem heel retro. Dus ja, ik dacht, ik doe er een blauw broek bij aan, topje. En mijn ondergoed hangt ook klaar, dus dat is mooi. Ik heb mijn nieuwe slippertjes aan. Ik heb gisteren ook nieuwe slippers gekocht bij de Primark. Gewoon van die pantoffel dingetjes. En ik heb gisteren nieuwe Nike's gekocht. Check. Nike Airs. Ik vind ze zo tof. Het is een beetje rood-roze de achterkant. En ze lopen zo ontzettend lekker. Dus die heb ik gisteren gehaald. Ik ben helemaal blij. Dat was het eigenlijk zo'n beetje. Verder heb ik niks geks gedaan. Oh ja, mijn rugtas gisteren. Ik had een rugtas, die was kapot. Dus ik heb een nieuwe gehaald. Deze. Hieronder is een vak. En dit bovenste deel is ook een apart vak. Dus daar ben ik stiekem heel blij mee. Dat er twee losse delen zijn. Dat is toch wel handig. En aangezien ik misschien in de thuiszorg ga werken, is het toch wel fijn om een rugtas te hebben. Want om nou op te fietsen met een handtas aan mijn arm, dat wordt hem denk ik niet helemaal. Maar ik ga even douchen. Ik heb echt al, wat is het, 2-3 dagen niet gedoucht. Dat ik denk van, oh, ik moet echt douchen. Ik voel me echt een soort van vies of zo als ik niet douche. Tenminste zo lang. De mensen douche ik om de dag, maar ik heb er nu een paar over geslagen. In ieder geval ga ik lekker douchen. Dus dat ga ik nu even doen. Goed. Ik ben klaar, zoals ik zei. Ik heb gewoon simpel make-up opgedaan en geen heftige oogschaduw en lippenstift en dat soort dingen. Ik ga even kijken hoe laat mijn bus komt. Want ik ga met Natuska samen naar McDonald's toe. Ik heb mijn rugtasje ingepakt. Ik ga namelijk met haar naar de Mac toe. Nou, weg. Spreken is ze. Dus daar ga ik dus naartoe met haar, gezellig. Ik heb de Valentijns cadeautje in mijn tas gedaan. Ik heb voor haar een Swarovski ketting gekocht. En een hart met allemaal snoep en dingen erin. En twee chocoladereep, omdat Natuska best wel van snoepen houdt. Dus het is voor haar vrij makkelijk kiezen. Even kijken hoor. Dan, hoe laat komen zij aan? Vijf over tien naar de metro loop. Oké. Top. Prima. Dan heb ik nog ongeveer 5 minuten. Dus ik ga naar beneden even gauw nog spullen pakken. En dan ga ik de deur uit. Oh, en ik heb trouwens dit setje aan. Ik heb een zwart vestje aan gedaan. Omdat het t-shirt is. En dat is best wel koud. Dus ik heb mijn shirtje aan. Even snel een zwart broek. Ik heb geswitcht. Want ik had eerst een blauwe broek. Maar zwart vond ik leuker staan. En mijn nieuwe Nike's. Dus helemaal top. Let's go. What's up, peoples? Ik ben thuis. En voordat ik verder ga praten, wil ik jullie eventjes het moment laten zien waarop Sunny Robinson, a.k.a. Ryan Robinson van Roadtrip, Sunny, die heeft mijn /onze naam genoemd. Believe me, ik had echt gisteren, of was het gisteren eergisteren, had ik echt een freak-out momentje. Ik ga hem jullie even gauw laten zien. Dus hij komt hier in beeld. Dat is toch super gaaf. Ik heb het opgeslagen en geëdit dat puur alleen ons stukje hoort, niet de hele livestream. Super leuk. Ik ben met Natuska lekker bij de Mac geweest. Ik heb nog even een nieuw peel-afmasker gehaald. En ik heb een aantal leuke dingen van Natuska gehaald. Die ik allemaal even ga uitpakken en een plekje ga geven. A
allereerst. Dit is een superleuke kaart met dit ballonnetje. En er staat, happy Valentine's Day, vriendschap is naar elkaar luisteren, lachen en huilen, samen plezier maken, nieuwe avonturen beleven, elkaar helpen als het nodig is. Echte vriendschap gaat nooit voorbij. En dat is waar. Hoe lief. Dus dan ga ik echt een leuk plekje geven. Ik denk hier gewoon. Zo leuk. Ik heb dus een paar leuke dingen gehad. Ik heb echt van alles gehad. Dat ga ik allemaal even uitpakken. En dan ga ik dat een plekje geven. Oh ja, het leukste wat erin zat was dit. Ik ga het jullie even gewoon laten zien. Dit is een roosje. Als je dit roosje opendraait, dan is het lipgloss. Dit is het lipglosspotje en dit is de lipgloss. Hoe cute. Hij is wel heel rood. Oh nee, val mee. Super schattig. Echt heel erg leuk. Dus die heb ik gehad. En zo heb ik nog veel meer dingen gehad. Super leuk. Super lekker luchtje. Die ik denk ik lekker in mijn tas ga doen. Want hij is lekker klein. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ja. Yeah. I love it. Mag misschien niet meer op school zijn. Maar ik kan er altijd nog anders bij zijn. De twee zitten lekker in de les en ik ben gewoon aan het bellen terwijl ze in de les zitten. Dan ben ik er toch een beetje bij. Dat is echt raar, maar het is wel leuk. Harry. Oh. Mijn papa, die moet voor een snurktest, tenminste slaapapneutest. Dus kijk nu hoe dat hier in zijn bed ligt. De microfoon op zijn hoofd. En hij heeft een brilletje en hij heeft een heel harnas kastje ding om. Ga ik slapen? Kijk, hij heeft hier zo'n heel ding om. Alles meet en doet en hij heeft zo'n ding aan zijn vinger. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij goed slaapt. En ik hoop voor hem dat er niks uitkomt. Want anders moet hij ook zo. Gewoon lekker blijven snoeken, vind ik ook. Nou, slaap lekker. Was rustig. Was rustig.